Nou, daar ben ik weer. Met Johnny Vlodder. En ja, dit is al het vijfde filmpje. En als we de verhaallijn tot zover er een verhaallijn is, hè, met dit spel. Maar als we die aan willen houden, dan moet ik nu de, ja, het gebouw in met shipping en handling. Maar we gaan de... ik ga hem in ieder geval verzetten op Brainiac Invasion. En dan wil ik even... Speaking. Brainiac is invading the city. Ja. Our city. Shut it down. Talk to Revolver Rob for the details. Revolver Rob, daar moet ik even heen. En dat is in het politiebureau. En nou is het zo met de helden. Dan heb je een soort van... ja. De, dat je de stad kan verkennen met Booster Gold. En misschien dat dat met... Ik wil niet dood, ik wil niet dood. Ga ik het halen? Ik ga het halen. Dat je dus de stad kan verkennen met Booster Gold. En waarom ik dat wil doen is, dat krijg je XP voor. En met je XP kan je weer levelen. En als ik dan een hoger level heb, level 7 of level 8, dan ga ik die basis in, als het ware. Ik kan in ieder geval met de Revolver Rob even praten. Je kan ook de Brainiac Missions alvast gaan doen. Het is in principe, ja, als je niet als Mogol op die robots afrent. Brainiac is throwing down on our city and the cops are no help. This ain't just a recon mission. We want it shut down before it gets any further. You up for it? Een klein mannetje. Calculator here. Ready to get some revenge on the genius who planned to digitize your powers? Then let's stomp some cans. Brainiac's forces are making a push into the city. Head over there and hold the line. Ik heb ook een e-mail. Wat ik aan het vertellen was... was dat ik... krijg je Harley Quinn. Oké. Wat ik aan het vertellen was, is dat je dus, als je die robots van die... Ik word helemaal gek van het rennen. Die robots dus van die Brainiac Mission. Als je die niet... als je niet als een gek midden tussen die robots gaat staan, dan is die heel makkelijk. Als je gewoon... hey, Two-Face, vet. Als je dus op afstandje staat en... gewoon schieten op ze en af en toe één of twee killt en dekking zoekt en op tijd hield, dan ja, heb je die missie heel snel door. En omdat je een laag level bent, krijg je veel XP. We gaan eerst deze even doen. I'm Booster Gold and this is the Booster Gold Exploration Adventure Series. This adventure will take you to Gotham's notorious East End, one of the most dangerous areas of the city. City, Explore Wayne Legacy in Gotham East End. Die gaan we doen. Nou, probeer het met rennen. Hij is zo gevoelig, hè? Ah, ik ben er. Op naar Booster Gold. Oh, ik kan wel wat leuks gaan vertellen. Ik weet alleen niet wat. Ik kan het er ook uitknippen, maar dan moet ik gaan editen. En ik ben niet iemand die veel van editen houdt. Of ik moet iets leuks kunnen doen. Ah, we zijn er weer. Ik wil even weten wat dat groene pijltje is. Want volgens mij heb ik iets aangezet dat ik niet aan wil hebben. Heb ik het nou uitgezet of niet? Nee. Even kijken, hoe zetten we dat groene pijltje uit? Really location. Nou is hij uit. Nou is hij uit, oké. Okay. Nou, Booster Gold. Kijken of ik dit over de daken kan doen. Help!
deze man aan niet zo verspringen volgens mij. Oh jawel. Hoppakee. Voordat ik de grond raak, zit ik al op het volgende gebouw. Hé, hey, die is voor papa. En ik zie er nog eentje. Idee. Experiment 504. The rostral anterior cingulate cortex gives us some semblance of control over our fear. Dat was hem. Okay. There are places in Gotham's East End where even Booster Gold fears to tread, because they're creepy and dangerous. Worst is Crime Alley. Once an upper-class area known as Park Row, Crime Alley got its name from the murder of Thomas and Martha Wayne, two of Gotham's most prominent philanthropists. Their deaths marked Gotham's slide into tragedy and despair. En ik sta te swingen bij het ding, dat wil je niet weten. Ik weet als je een held bent en je gaat dan hier naar die roos toe. Ja, dat is dus ook bij deze. Krijg 10 punten. Waar gaan we nou naartoe? Hey, we hebben weer een collectible. Batman to Bullock. Batwoman is tracking down the Scarecrow. She's armed with an older version of my antidote. Don't risk your men. We're handling it. That founded by Dr. Leslie Tompkins, the East End Free Clinic offers health care to anyone who seeks it, including known criminals. It operates under a strict no-violence policy respected by even Gotham's most hostile psychopaths. Here, there is always someone who wants to help. This Booster Gold endorsement was provided free of charge. Zo, dat die agenten niet op me gaan schieten ineens. Hé, hey, we hebben weer een groene. Net hadden we een blauwe. Experiment 79. Like Ichabod fleeing the headless horseman, mediated thought is replaced with a stream of hysteria. Wat leuk is dit, hé? Oh, toen waren mijn kogels op. De Wayne Building, dat is die kant. Is eigenlijk best wel leuk om slecht te zijn. Even kijken. Zie ik nou iets in dat ding? Nee. Wayne Building. Waar zit jij? Nou, dit wordt eigenlijk het saaiste filmpje van alle saaie filmpjes die ik heb gemaakt. En ja, maar ja, dit zijn toch dingen. Ik wil jullie alles laten zien, hè. Alles wat ik doe. En dan, als je het wil kijken, dan kijk je het. Als je het niet wil kijken, dan druk je op. Ik vind het niet leuk. Volgens mij ben ik ook de enige die op heel YouTube zegt van, als je het niet leuk vindt, klik gewoon op niet leuk. Ik doe er niet moeilijk over. Ik ga helemaal naar boven. Want ik weet dat hierboven ook nog een blauw dingetje zit. Kijk.
En hier zit die kiosk. This is the original Wayne Enterprises building. The company was founded in the 17th century, and the construction of this building in the 1800s marked the beginning of the, beginning for the world's largest multinational conglomerates. Many people in the East End have Wayne Enterprises to thank for improving their lives. Goed, nou moet ik weer naar de nachtclub. Ik wil steeds politiebureau zeggen, omdat ik gewend ben om de good guys te spelen. Hoe was het Wayne gebouw nou? Daar. We hebben de helden weer gewonnen. Er zijn ook in dit spel veel meer helden als slechterikken. Dat is eigenlijk wel logisch, want wie wil nou de slechterik zijn, hè? Ja, ik had hem wel gepakt. Daarom ging ik nog even terug. Ik wist niet of ik hem gepakt had. Nou ja, misschien dat ik hem in één sprong kan maken. Ik ben bang van niet. Ik weet het wel zeker van niet. Moet je niet echt proberen, hè? Van een gebouw afspringen terwijl je heel hard rent. Is niet aan te raden. Dus zeker niet een hoog gebouw. Dus de laag gebouw, dan kun je het nog proberen. Oh, dit ziet er ook wel grappig uit. Als het een laag gebouw is, kan je het nog proberen. Maar ik zou het gewoon helemaal niet doen. Hij liep even vast, hoor je? Nou, dan gaan we dat ding inleveren bij Booster Gold. Oh, wat gezellig. Iemand heeft zijn headset aan en dan kan je meeluisteren. We gaan. Gotham's East End has seen more than its share of tragedy. To those who work tirelessly to bring hope back to this troubled area, I award an official Booster Gold Gold Star of Excellence that I just now created. This is history in the making, people. You'll tell your grandchildren about this one day. Nou, dit is hem. Druk ik op X. Of kruisje. En dan heb ik XP. Step right up and hear about the vault, room of the random loot drop. Win amazing prizes. Hey! It's my good friend, the Total Stranger. I'm Ambush Bug. Here's your vault ticket. To use it, just complete the Ambush Bug quest in your communicator, then equip the ticket. Activate it and blammo! Into the vault. Thanks for playing. Goed, ik ga hem even afsluiten. We hebben weer een kwartier erop zitten. Volgende filmpje, dan gaan we de